vandaag bij de ochtend Vivas Bootcamp Workout. We gaan vandaag trainen aan onze buikspieren. Zoals we weten, de buikspieren bestaan uit heel veel verschillende spieren, zoals je hier ziet. We gaan vandaag het onderdeel trainen waar we het meest belangrijke nodig hebben. Dat is de rectus abdominalis. De rectus abdominalis zijn de rechte buikspieren. En die gaan we vandaag heel veel pakken. Degene weer boven, dan naar het midden en dan naar onder. De workout duurt ongeveer zo'n 10 minuten, om precies te zijn eigenlijk. En daarna gaan we dan rekken en strekken. Succes! Okay, we gaan als eerst beginnen met de crunches. Benen gebogen. Ik gebruik een bankje om mijn voeten te steunen. Handen achter de nek en we gaan recht omhoog en omlaag. En we focussen op de bovenste buikspieren. Denk eraan, we gaan de rechte buikspieren trainen. En terug. En terug. En terug. Twintig seconden. Maak je armen lang, piece of cake. Aan de volgende oefening komen we dan helemaal omhoog naar de knieën toe en dan gaan we dan helemaal liggen. Behalve natuurlijk het hoofd en de schouders. Dan gaan we helemaal omhoog. En langzaam omlaag. Dus niet ploffen zo plat, maar langzaam rollen. Kom op. En lang maken. Heel goed. Even rusten. Wat we nu gaan doen, is we hebben de benen nog steeds gebogen. Armen langs je lichaam. Trek die in. En dan ga je weer terug. Zie hoe ik mijn schouders naar achteren breng en dan weer terug naar voren. Twintig seconden. En maak je lichaam weer lang. Wees kijk, no problem. We gaan een beetje meer naar boven liggen. En gaan we beginnen met de leg raises. Bij de leg raises krijgen heel veel mensen pijn aan de rug. Dit komt omdat je misschien te laag gaat. Dus je wilt proberen om hier naar boven te blijven. Zodat echt de spanning bij je buik is. En niet bij je hipreflectors, dus hier zo. En ook niet bij je rug. Oké? Heel goed. Gaan we terug naar onder. Hakken we weer de voeten in. En dan wat we gaan doen is we komen omhoog. En dan stoten we naar links en stoten we naar rechts. Langs de knieën.
Nog eventjes. Dan maken jullie hem lang weer. Heel goed. Dan trek je voeten weer in. Handen achter je nek. En dan ontmoeten de ellebogen en de knieën in het midden. Kom op. Maak je lichaam lang, bovenlichaam. Heel goed. Wat we nu gaan doen, is een reach through. Dus zetten we de voeten zo. Je gaat met de handen naar de teen. Kom maar nog even. En lang maar. Heel goed. Gaan we weer de benen lang maken. En gaan we naar de knieën. Naar de borst trekken. En go. Zijn we bijna? Oké, maak je lichaam lang. Trek er één been in. Dan gaan we met deze hand gaan we op en maak je lang. Niet op de grond komen en loop. En mooi. Gaan we wisselen. Als je last krijgt van je nek of zo, mag je je hand hier achter bij de rug, bij de nek doen. Aan de knie in plaats van gestrekt, mag ook gebogen. Dus krijg je dit. Kom op.
En mooi. Maak je lichaam lang. Gaan we omdraaien. Handen naast je schouders. Dan maak je lichaam lang. Nek lang. Schouders niet omlaag, maar duw ze omlaag. Heel goed. Dan hebben we op de knieën. Brengen we de handen naar achteren. Een kijkje naar boven. Alright, goed gedaan toppers. Vond je deze video leuk? Kijk even op onze andere ochtend Vivas Bootcamp Workout voor misschien je benen te trainen of squatten of een goede interval of misschien een run workout. De keuze is aan jou. I love you like la la.